Welkom terug. Het aantal woninginbraken stijgt jaar na jaar. Vooral de winterperiode is het uitgelezen moment voor dieven om toe te slaan. De politie wil u wijzen op het fenomeen van de gaatjesboorders. Dat zijn inbrekers die 's nachts een gaatje maken onder klinken van ramen en deuren en zo proberen binnen te dringen. Maar veel kan al vermeden worden met de juiste beveiliging. En daarom stuurt de lokale politie diefstalpreventieadviseurs op pad. Goedemorgen, meneer Joost de Bozer van de lokale politie Bargoon. Voor dat advies. Ik kom er nog binnen. Ja, dank u. Ik kan u misschien eerst laten zien. Ja, dat is goed. Dat is een goed idee. Ja. Jos en zijn vrouw zijn een van de tientallen slachtoffers van gaatjesboorders die deze zomer de streek rond Borgloon teisterden. Hier heeft een gaatje geboord. Ja. Ik kan misschien beter aan de buitenkant laten zien. Mag ik eens iets vragen, Jos? Die slotjes die erop zijn bijstaan, waren die er al? Of heb je die achteraf laten? Nee, die zijn achteraf geplaatst. Ah ja. Oké. Okay. Hier dus, zie je duidelijk. Ja, dus net onder de kruk. Ja. Dus als met een boor van 8 of 10 mm boort met een gatje. Onder de kruk, weet je eigenlijk wat dat ze dan doen? Ik veronderstel dat met mijn ijzeren draad de kruk probeerde op te doen. Ja, inderdaad. Dus dikwijls zelf gewoon met een kapstok. Hè. Je hebt dat oog dat eraan staat. En dat is dikwijls al zelf genoeg. Hè. Dus om gewoon die kruk dan zo naar omhoog te doen. En dan zijn ze dus binnen. Ik ben 's morgens om 6 uur opgestaan, naar beneden gekomen. Het viel mij al op dat alle deuren op een kier stonden. Maar ik zag nergens geen spoor van inbraak. Dus waar men binnengekomen was. Want de buitendeuren waren allemaal dicht. Dus men had gewoon de venster terug dichtgetrokken en draperie teruggeschoven. En is men langs daar naar buiten gegaan. TV weg, de kasten open, dat PlayStation weg was en zo. En die zaken hebben we vastgesteld. Waar we toch wel even van ons melk hoor, de eerste momenten. Hoe gaat het eigenlijk algemeen voor het verwerken van de inbraak? Lukt het zo wat? De eerste weken was het veiligheidsgevoel weg. Maar dat is stilaan teruggekomen. Ja. Onder andere ook door het plaatsen van het alarm zijn we ons veiliger gaan voelen s'nachts. Dat maakt inderdaad wel psychologisch verschil. Ja, dat maakt heel verschil. Sommige mensen hebben daar echt heel sterke emotionele problemen mee. Het is al voldoende dat je dus moet vaststellen dat iemand in jouw woning geweest is. Hè. Wij beschouwen onze woning allemaal een beetje als een veilige kokon. Zijn daar vreemden in geweest? Dat is toch wel een enorme confrontatie met die veiligheidsgevoel. De dieven die bij Jos binnen waren, hebben op één nacht tijd verschillende slachtoffers gemaakt. Nu, het is zo, dus dat nu bij jou niet, maar dus bij de buren, waar het meer dan waarschijnlijk is dat het dezelfde inbrekers geweest zijn, daar hebben ze dus een betaalkaart kunnen ontvreemden. En met die betaalkaart zijn de verrichtingen gedaan, net over de Nederlandse grens. En die mensen die daar die verrichtingen hebben gedaan, die zijn dus ook verfilmd geweest. Dus nu hebben we toch wel een grote kans dat die mensen eventueel toch zouden kunnen herkend worden aan de hand van die filmbeelden. Blijkt dus dat een van de verdachten een eerste maal probeert geld af te halen met die bankkaart. Dat lukt dan niet. Hij probeert dan nog eens opnieuw. En daarna probeert een andere verdachte met dezelfde kaart opnieuw geld af te halen. Wij doen nu een oproep tot getuigen om mogelijke verdachten te kunnen achterhalen. De eerste dader is een man tussen de 45 en 55 jaar oud. Hij heeft zwart kort haar en een iets wat mollig postuur. En waarvan we ook weten dat hij een roker is, want hij rookte dus aan de bankautomaat. De tweede dader die gefilmd werd, die is jonger als de eerste dader. Hij heeft donkere haar en donkere ogen en is mogelijk van vreemde origine. De oudste van de twee daders wordt later aan dezelfde automaat gefilmd met een andere gestolen bankkaart. De mannen worden verdacht van minstens 10 inbraken in de regio Tongeren, maar waarschijnlijk hebben ze er nog veel meer gepleegd. De kans is toch wel groot dat dit soort van dader ook feiten gaat plegen in andere regio's, ik zou zeggen op nationaal niveau, in gans België of zelfs in buurlanden. Het gaatjesboren gebeurt niet door de amateur die eventjes een inbraak had plegen. Gaatjesboren gebeurt door de professionele dief. Dus de dadergroepen die hebben permanente inkomsten nodig. Dit gaat meestal van tientallen tot enkele honderden feiten. En het is pas op het ogenblik dat we ze aanhouden of dat we ze identificeren, dat het eigenlijk stopt. Het aantal woninginbraken stijgt elk jaar. Daarom geeft de politie mensen de raad om een woning zo goed mogelijk te beveiligen.
Wel, je kan hier heel gemakkelijk een kruk laten opzetten die hier een cilinderslotje heeft met een sleutel die je op slot doet. Zodoende dus, als die kruk op slot is, die gaatjes boven die boort, dat gat, dat kan je niet verhinderen. Je zit met houten ramen, maar ook door PVC en aluminium kan geboord worden, maar die kan die kruk niet meer manipuleren. En dan nog met die twee bijkomende opleidingsslotjes, dan zit je al redelijk goed. Nou, we hebben nog van die ramen, is het dan mogelijk om op elk, dus voor alle ramen samen, eenzelfde sleutel te hebben? Ja, als je dat dus laat doen door een slotenmaker, dan kan die ervoor zorgen dat ene sleutel past op al die verschillende krukken. Ja. Okay? Het eerste dat we gedaan hebben, was overwogen om een alarm te installeren. En dat hebben we diezelfde dag nog beslist. Om dat te laten installeren zijn we prijs gaan vragen en een dag daarna stond vast, dat nemen we. Ik ga zeker niet zeggen dat dat niet zinvol is, integendeel. Maar het is dus niet omdat je een elektronisch alarm zet, dat je daarvoor nooit meer het slachtoffer zou kunnen worden van een woninginbraak. Meestal gaan mensen die het slachtoffer zijn heel snel beslissingen treffen hoe ze hun woning beter gaan beveiligen. En soms inderdaad moeten we dan vaststellen dat de beveiliging die toegepast is, niet voldoende sterk is of niet voldoende doordacht. En dat we dus inderdaad toch nog verbeterpunten moeten aanbrengen. Volgens de adviseur begint beveiliging zelfs bij dingen die helemaal geen geld kosten. Maar ik ga je een vraagje stellen. Bijvoorbeeld de buren hier tegenover, heb jij daar telefoonnummer van of het gsm-nummer? Nee. Dat is iets wat ik u zou aanraden, Jos, om dat toch eens uit te wisselen. Want stel nu dat jij daar een verdachte kerel ziet rondlopen. Voor hetzelfde geld natuurlijk is dat nieuw liefje van de dochter des huizes. Voor hetzelfde geld is dat natuurlijk een die daar heel slechte bedoelingen heeft. Als je dan eens even kunt bellen naar elkaar, dan kun je al checken van is dat oké of is dat niet oké. Meestal zijn we repressief bezig en hier kunnen we dan eindelijk eens iets preventief aan de mensen aanbieden. Dus, en ook voor ons, alle mensen die we preventief kunnen bereiken, moeten we misschien later geen inbraken gaan vaststellen. Voor meer informatie of voor beveiligingstips kan u contact opnemen met uw lokale politie.